DHSS operates from A1 locations situated in the heart of the offshore energy industry in Europe. As your experienced and professional partner, we are your locally based interface for a wide range of logistical services to assist during your offshore activities. We offer reliable and innovative solutions and services to deliver efficient industry-leading standards in logistical support in order to avoid any possible downtime. With the highest safety and environmental standards in place, focusing on improving our and your efficiency, 24 hours a day, 7 days a week, all year round. Our personal, innovative, and highly trusted logistics and supply chain solutions are solely focused on maximizing your business activities and providing your staff with a healthy working environment. DHSS is your gateway to smooth offshore operations. As a trusted service provider with a strong local network and supply chain assisting offshore activities in Europe, we fully embrace the importance of fossil fuels for the world's economy. At the same time, investments are done in sustainability, which is why making the right environmental friendly choices is a core value of our company culture. DHSS has a vast experience in working with customers in offshore wind industry. Over the recent years, DHSS has added its expertise and experience from other offshore energy markets to solid know-how for new markets, such as the offshore wind energy sector. We take great pride in offering you to be the one single point of contact as interface for all your onshore and offshore activities. From installation to the operation and maintenance phase of your offshore wind assets, you can trust DHSS to deliver. Our company is built on the belief that we challenge the norm through our 5 DHSS value propositions. Strengthened by experience, run by our people, we transform industries. DHSS, one single point of contact is all you need. Nooit beperkingen, altijd die mogelijkheden. Want je kunt namelijk altijd nog iets
ook al heb je een beperking. Wij werken op het snijvlak tussen revalidatie en reïntegratie en zorgen voor een gezonde beroepsbevolking in de Noordkop. En is je werknemer ziek? Ja, daar wil je ons er zeker bij hebben. In de Kop van het Holland is de wandelcoach voor het UWV Werkbedrijf. De grootste aanbieder in het weer werk fit maken van mensen met een arbeidsbeperking. Wij zijn voor die werkgevers een vindplaats vanuit beeld geraakt gemotiveerd talent. Altijd in het mooiste kantoor van Nederland. De natuur. Wandelend, hardlopend, fietsend en in de zomermaanden ook lekker op het water. Wij dagen onze klanten uit met als doel dat zij hun talenten en ambities weer maatschappelijk in gaan zetten. En tot dat doel vindt u ons overal. Daarmee gaat de wandelcoach letterlijk op kop. Vanavond een interessante wedstrijd voor de Elite A, Elite B. Zowel Bal als de Nelder Suns hebben de mogelijkheid nog om het kunnen het nog halen. Ik verwacht van de wedstrijd veel strijd en jonge jongens tegenover elkaar. Dus interessante wedstrijd. Zeker weten. Zeker omdat Bal volgens mij op de achtste plaats staat nu, op dit moment, de DBL. En de Suns staat op de zevende plek nu. Dus dat zijn allebei erg getalenteerde teams. Dus ik verwacht ook wel een spannende wedstrijd. Nou ja, sowieso. Bal heeft in het begin de wat zwaardere wedstrijden gehad. De Helder Suns heeft even in de periode van februari vier stevige wedstrijden gehad. En nu... Nu komen ze elkaar tegen. Ook wel leuk, een aantal jongens kennen elkaar. Vanuit nationale teams ook hier weer. Dus dat is wel een goed teken. Ja, Bal heeft ook overtuigend gewonnen van Aris en Leeuwarden. Echt wel heel met goede cijfers. Dus het is best wel... Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik ga alvast Bal voorstellen qua teams. Met nummer 2, Roel Overbeek. Met nummer 4, Ocean Bradway. Nummer 6, Kutarius Wilson. Met nummer 7, Sander Hollanders. Met nummer 8, Joost Bijl. Met nummer 10, Niels Mazic. Met nummer 11, Max van den Heuvel. Met nummer 12, Wietse Norzik. Met nummer 13, Tom Akkermans. Met nummer 19, Jeff de Vries. En met nummer 24, Trevor Jasinski. En hoofdcoach is Radenko Varezic. En zijn assistent is Koen van Gerwen. En de geblesseerde spelers? Er zijn er 3 geblesseerd, die heb ik niet opgenoemd. Dat is Odin Verhoeven, die speelt wel, excuseer maar. Die is met nummer 15. Bart Schild is er niet bij. Marjan Obad is er niet bij. En de andere durf ik je even niet uit mijn hoofd te zeggen. Nee, die weet ik ook niet meer, sorry. Voor de Helder Suns hebben we nummer 2, Xion Rivers. Nummer 3, Neil Luchtenburg, zacht geblesseerd. Nummer 4, Nino Gorissen. 6, Mickey Koren. 7, Ben Kovacs, is weer een jaar ouder geworden.
8, Kilian van der Langenberg speelt nog niet. Stan van der Els met nummer 9. Nummer 10, Jarek Brussen. 10, Koopman. 10, Jarek Brussen. 11, Tom Koopman. 13, Boyd van de Vuurse Vries. 15, Dion Holman. 20, Bolman Brace. Coach is uiteraard Peter van Noord. En de assistentcoach is Anne van Dijk. De scheidsrechters zijn L van Sloten. S. Kestijn zie ik. En de hoofdscheidsrechter is Bert van Straten. Hey, jij hebt de hoofdcoach nog eventjes gesproken van Bal. Varesic. Had hij nog wat leuke info? Of... Ja, hij zei dat hij wel er erg zin had in deze wedstrijd. Omdat ze beide, zowel beide teams hebben getalenteerde spelers. Worden natuurlijk ook goed opgeleid. En dus hij ziet wel een spannende wedstrijd gewoon tegemoet. Ondanks dat hij drie geblesseerde spelers heeft. Verwacht hij een hele goede wedstrijd. Ja. Dus ik denk dat hij dat goed ziet. Nou ja, als wie Facebook de afgelopen periode heeft gevolgd, die heeft wel doorgekregen dat Sander Hollanders met nummer 7 een aardige wedstrijd heeft gespeeld tegen Aris. 6-8 als ik het goed zeg. Drie punters. Dus daar hebben ze een goede schutter aan. Roel van Overbeke, de guard, de leider van het team. 10 assists, heb ik gelezen. Dus die doen het allemaal, zijn goed bezig. Ja. Op dit moment zit ik even te kijken, wordt de basket opnieuw rechtgezet. Die is waarschijnlijk scheef gedunkt. Dus ja, ik heb er wel zin in. Nog even wat weetjes. Tom Akkermans, ja, dat is de Akkermans familie, zeg maar. En toch wel zeker bekend uit Weert. Dat is wel grappig. Joost Bijl komt bij Lokomotief vandaan. Is oud teamgenoot van Boyd van der Vuurs geweest. Dus dat zijn wel, wel grappige dingetjes. Dan hebben we Max van der Heuvel. Zijn vader was jarenlang eredivisie scheidsrechter in de Dutch Basketball League. Paul van der Heuvel. En het is goed te zien dat zo'n jongen de kans krijgt. Hè? Komt van een bos af. Er zijn er wat meerdere die Wietse van Nossek is ook begonnen bij Den Bosch, overgestapt naar Bal. En die maakt toch wel aardige minuten en die doet het ook zeer goed, moet ik zeggen. Jong team ook, net zoals eigenlijk Den Helder Suns ook wel, weet je wel. Qua leeftijd zijn ze denk ik wel aan elkaar gewaagd. Klopt. En ja. Met de afgelopen nederlaag tegen Donar van Den Helder Suns. Was natuurlijk een flitsende start met 29-6 in het eerste kwart. Het tweede kwart was iets minder en het derde kwart nog minder. Dus ik hoop wel dat ze die voortvarendheid dat Den Helder Suns dat kunnen volhouden. Nou, ik moet zeggen, ik heb die wedstrijd zitten kijken. En ik was zeker onder de indruk over het eerste deel van het eerste kwart, zeg maar. Er zat een hoog tempo in. Goede keuzes, dat betekent, dan zie je ook dat ballen gaan vallen. Tweede helft, iets meer gehaast. Hopen dat nu wat minder zal zijn. En dan zie je dat ze derde en vierde kwart redelijk op hebben kunnen spelen tegen Donar. Als je tegen mij had gezegd van ze verliezen met 6 of 7 punten, dan had ik gezegd van prima. En nu toch was er een beetje een onbevredigend gevoel bleef er bij me. Voor het gevoel. En of dat echt zo is, dat weet je nooit. Hè, want, dat is speculeren. Dat is speculeren, maar ik denk dat ze daar zich redelijk sterk in hebben gemanifesteerd. Ondertussen, als ik op het veld kijk, zijn ze allemaal weer aan het warm bewegen. De wedstrijd stond op het punt om te beginnen, maar de basket staat nog steeds niet goed. Dus het is even afwachten tot de wedstrijd weer verder gaat. Ja, ik wil ook nog eventjes een shout-out nog even maken naar alle contactberoepen. Want het is ook wel goed om te benoemen dat iedereen goed geknipt en geschoren is, wat mij betreft. Dus ik wil sowieso mijn eigen clips even benoemen. En ook Sharing Beauty, gewoon voor mensen die gewoon weer nu in deze lastige tijd weer gewoon weer open kunnen. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dus bij deze hulde aan alle de contactberoepen die gewoon weer open kunnen. En dan kom ik ook weer op Minded's Kitchen in de Sportlaan.
waar je gewoon, dus gewoon je maaltijden nog kan afhalen. En doe dat gerust om de lokale ondernemer gewoon te ondersteunen. Van tongetjes tot broodjes frikandel en et cetera kun je gewoon bestellen. Dus dat vergeet hem niet. Nou ja, jonge ploeg zeggen we net, heeft zich ook op dit moment heel erg toegelegd om het ontwikkelen van jonge spelers. Daar zie je veel jeugdtalenten heen gaan. Goeie zaak. Is een goede zaak. Die waaien toch wel uit door heel Nederland, zie je ze tegenkomen. Hè. Ik bedoel, Tom Koopman komt van het oude Weert vandaan. Je hebt Jarek Brussen, heeft ook nog gespeeld bij Bal. Ja, dat benoemde de coach inderdaad ook nog van Bal. Ja. Dus Nino Gorritsen. Dus ja, je ziet, Bal heeft een redelijk impact het oog voor talent. Ja. Nou is het wel zo dat ze echt als academy te boek staan. Dus dat betekent, wil je wat verder in het basketbal, dan is dit wel een van de mogelijkheden. Absoluut. Je hebt Ola in Amsterdam nog zitten. En voor de rest zijn er heel veel clubs die wel met jeugd bezig zijn. En goed met jeugd bezig zijn. Maar wil jij twee keer in de week trainen, dan wordt een academy toch wel redelijk een vereiste. Ja. Of naar het buitenland gaan. Het zij Amerika, het zij Europa. Nou, je ziet ook de grote samengestelde groep wat Bal heeft. Ja, hij heeft volop keuze. En daarnaast, wat ik al zei, de overwinning op Ares Leeuwarden was ook wel overtuigend. En dat zei hij ook nog, tenminste wat ik op hun website heb gelezen, is dat het ook wel te maken had met hun teamprestatie. Dus gewoon ons team dat we daar wat hebben neergezet. Nou, dat blijkt uit de cijfers. Nou ja. Dus ik ben benieuwd deze wedstrijd. Het is echt... Bal heeft een rotatie van 18 man al gebruikt dit seizoen qua spelers. Dus wat je zegt, hè, ze kunnen breed uit. Den Helder is iets minder breed. Maar qua spelers die fit zijn, hebben ze eigenlijk alleen maar Gillian van der Langenberg. Die wat problemen heeft. Die eigenlijk al sinds het begin van het seizoen helaas met een lastige blessure zit. Dus dat is wel gunstig. Hè? Weinig blessures moet je wel vol kunnen houden. Dus we staan nu op het punt om te beginnen. Beide teams komen het veld op. Goedenavond. Nog wel even een leuk feitje voordat deze wedstrijd begint. Kan nog even snel dat de dames Den Helder ook nog de samenwerking met de Suns hebben opgezocht. Althans, het bestuur met elkaar. Dus die gaan ook in het volgende seizoen onder Den Helder Suns verder. Toch even leuk om te benoemen. Starters bij Bal is Quinterius Wilson, Sander Hollanders, Roel van Overbeke, Trevor Tchaikovsky en de eerste score. Tom Koopman. Er is nog een heel leuk artikel van Tom Koopman in het Noord-Hollands Dagblad 1 week geleden. Grappig dat hij een aantal vragen werden gesteld. Wel leuk om te lezen. Eerste fout van Jarek Brussen en een goede drive van Quinterius Wilson. Nummer 10. Jarek Brussen. Tweemaal met nummer 6. Q Wilson. En ik ben nog vergeten bij de starters is Niels Masnich. Zoiets, ja. Lastig uitspreken. Stan van den Elsen die gaat de bal opbrengen. Open schot van Tom Koopman, een 3-punter. Lekker om zo te beginnen. Ja. Ja.
Leon Maslitz. Trokken van Stan van den Elzen. Eens kijken hoe deze matchup zit. Eerste. Oh, deze rebound hadden ze wel moeten hebben. Fout gemaakt door Sander Hollanders na een drive van Stan van den Elzen. Sander Hollanders, eerst bezorgde fout. Moeilijke paas hoor, voor Van den Kovic. Kovac, sorry. De scheidsrechter die... omdat daar een fout wordt gemaakt door Wilson, Quinterius. Open 3 punten gemist door Boyd van der Vuur. Lombardia. Bal speelt heel snel. Beide zijn van het snelle spel. Goeie drie punten. Ja. Stap van Elsen. Goed gewacht, goed gedreigd. Juist moment genomen. En goed uitgespeeld. Druk zit er goed op van beide teams. Goeie draai van Trevor Jasinski. Top 15 punten in de vorige wedstrijd tegen AS Leeuwarden. Er zal iemand hem in de gaten houden in ieder geval. Ja. Boyd krijgt hier een fout mee. Op dit moment maakt goede keuzes. Oh, zijn rebound is wel minder. Althans, voor ja, de dit is gewoon, dit is gewoon pech hebben. Dat, ja. Goed gereageerd. Goed geholpen in de rebound. Daarna pakt Jarenk hem goed op. Ik denk dat het net een te moeilijke paas is. De passinghoek is niet goed. Wel goed gekeken naar binnen toe. Ik denk dat de bal vanaf de wing naar binnen had gemoeten. Goed geholpen van Tom. Lekkere score van Jarik, dat doet hem goed. Als je zo kunt beginnen, dan is dat gewoon lekker. Het staat 16-7 voor de Nelder Suns met 5 minuten 33 nog te spelen. Het is wel makkelijk weggegeven. Ja. Maar ook goed benut hoor.
Ja, ik zou toch net iets meer een flat head zien daar op die... op die... Oh, Sintbok speelt. Goeie paas. Goeie backdoor. Het is een leuke matchup tussen Stan van den Elzen en Sander Hollanders. Ja, qua lengteverschil zijn ze ook aan elkaar gewaagd. Ja. Ik vind wel dat de scores relatief makkelijk worden weggegeven van beide kanten. Goed gespeeld van Boyd. Ja. Kansen gewoon gepakt. Tempo ligt hoog hoor. Dat ligt heel hoog. Ja. Wel handen laten zien, Jarek. Moeilijke bal van Boyd. Hij had hem denk ik beter af kunnen maken. Probeerde hem nog te pasen. Twee wissels in ieder geval. Ben Kovic gaat eruit. Cornel Goors komt erin. En Mick Koolhoorn komt erin. Ik weet wel niet voor wie. Maar zo, dat horen we zo wel. Zo. Het lijkt erop dat ze toch die... Quinterius Wilson schotjes laten nemen vanaf de elleboog. Ja, ik denk zoals het er nu naar lijkt, hij heeft er nog geen raak geschoten. Zijn drives zijn gevaarlijker dan zijn schot op dit moment. Ja, maar hij is wel iemand om in de gaten te houden. Ik bedoel, absoluut, hij kan het wel. Dus, het geldt ook voor Roel van Overbeek natuurlijk. Ja, dat zijn geen jongens die je vrij moet laten staan. Het is 20-11 op dit moment. Nou, ze houden elkaar mooi in evenwicht qua snelheid, qua spel. En ik verwacht dat er heel wat schommelingen qua snelheid en scores verloop zijn. Ja, qua foutlast valt het ook. Zijn ze ook aan elkaar wel gewaagd? Ja. Ik zie er 2 voor de Helder Suns en 3 voor Bal. Klopt. Het beter in balans dan de vorige wedstrijd, maar goed, daar gaan we nu niet meer over hebben. Nu nog Goris, er komt ook het veld in, zie je. Ja, voor Ben Kovac. En Mirko Koren komt er dus in voor Stan van der Elzen. Ja. Ja. Nee, Stan van der Elzen staat er nog in, sorry. Joost Bel is ook het veld ingekomen. Die is met een goede streak bezig, wat ik gezien had. Krijgt steeds meer minuten. Ook een goed Nederlands product. Ja. En Mick komt erin voor Tom Koopman. En nummer 8, Joost Bel. Oh, dat was lopen, jammer. Jammer. Maar wel goed gespeeld. Goed ingesneden van Jarek. Er wordt nu gewisseld voor Dion Holman. Jeff de Vries komt nu het veld in. Dat is de zoon van... De Vries van Donar. Goed geholpen van Boyd trouwens, de verdediging. Ja. Oh, maar laten we dat toch een beetje verrassen. Boyd gaat nu, gaat nu naar de kant. Bolden Brace komt erin. Nog 7 seconden op de schotklok. Kijken of ze het dicht kunnen houden. Stop zou wel mooi zijn. Stop en een score. Goeie rebound van Dion. Schot van Nino. Mooie 3 punten, goed in balans. Goed uitgespeeld. Ja, maar timing was ook goed, hè. Nino kan die 3 punten goed aan. Maar niet uit de setshot.
Dit mag niet gebeuren. Nee, dit is te simpel. Dit is te simpel. Score van Jeff de Vries. Ja, goede actie trouwens. Goed gezien, snel gepaast. Nicky Colhorn, eerste schot. 3 punten, jammer, mis. Tempo van Joost Bijl. Dit is wel goed. Moeilijke paas van Nino. Dit is goed gespeeld, verstand van Nelson. Goede versnelling. En goed gecoacht van Nino. Nino zag je aan de zijkant. Brengt de stand 25-13, we nog 2 minuten. Ja. Goeie drive van Sander Hollander. Je ziet ze met z'n tweeën eruit. Nino die... Organiseert het even. Dit is goed van Dion Halder, goed ja, rebound. Ja, goed gedaan. Absoluut. Een end one. Nino probeert zijn snelheid uit te buiten. Trevor Jaminski komt terug in het veld samen met Quinterius Wilson. En Ben Kovacs komt voor Stan van der Nels in het veld. Ja. Goed benut van Leon. Dat is de 4-10 van Bol. Ik ben benieuwd hoe ze nu het Wilson gaan benutten. Je ziet dat Sander Hollanders er nu uit is. Dus ik ben benieuwd wie nu de gewezen schutter gaat worden. Dat is een beetje ongelukkig. Er wordt wel gevochten in ieder geval. Open schot van Mickey Colhorn. Goed schot. Ik bedoel, goed gespeeld. Dit soort ballen gaan vallen. Die jongen die moet er zelfvertrouwen krijgen. Goede beweging van Jeff de Vries. Snel naar de overkant. Je ziet het spel verspelt zich snel van links naar rechts. Ja. Goed gezien van Bolden Brees. Bolden Brees is de basket aan het aanvallen. En dat heeft hij de afgelopen 2 wedstrijden wat minder gedaan. En je ziet dat als iedereen die drijving heeft. Goeie bal van Dion. Die zorgt ervoor dat hij die bal niet aankomt. Daar komt die bal niet aan. En zorgt ook dat die dunk niet gemaakt kan worden. Mismatch hier. Ja, dit kan mij wel hoor. Goed gespeeld. Slim uit de neus. Is wel een moeilijk schot. Goed gespeeld. Was een stevig schien van Dion Halman. 3 seconden nog. Voor de gelegenheid voor bal. Scheidsrechter fluit nu. Ik weet even niet wat hij nu aangeeft. Nee, dat is Dion geeft aan dat hij een bloedlip heeft. Oké. En verstandig. Jarek is ondertussen in het veld gekomen. En gelukkig is de zaaldienst ook weer aanwezig. Met nog 2 seconden op de schotklok. Ik verwacht een alley-oop paas. Voor Trevor, hoe heet die Trevor? Ik zou gewoon lekker onder de ring blijven staan als ik Jarek was. Ik denk dat het schot wordt. Dus dit. Ja. Ja, maar dit zijn schoten. Dus daar kun je gewoon van hebben. Het is een leuk schot. Nou, kom maar. Wat vind je van het eerste kwart? Ja, tot tempo, zover? Het tempo ligt hoog. Ik denk dat dit helemaal niks zegt. Het is 32-20. Beide teams laten heel veel energie zien. En ik denk dat als ze dit vierkwart vol kunnen houden, dan
dan is deze wedstrijd nog niet gespeeld. Maar Den Helder is goed begonnen. De bal ook. Het is gewoon. Ik denk dat ze goed de bal, delen. Met dit spel neemt ook mee dat, dat je af en toe wat, wat onnodig balverlies hebt, zoals je dat gevoel hebt. Maar je creëert ook kansen erdoor. Dus ik moet zeggen, ik vind het in ieder geval, het valt me niet tegen. Helemaal niet zelfs. En ja, ik ben benieuwd wat coach Vares iets gaat bedenken op Den Helder en vice versa. Ja, wat een antwoord is hierop. Ja. Ja. Heb je trouwens ook op LinkedIn misschien gevolgd dat Erik Braal ook de analyses doet voor Den Helder Suns, onder andere? Nee, heb ik niet gezien. Dat is wel heel interessant. Oh, okay. Die, die breed echt, tenminste, hij analyseert de wedstrijden met alles wat daarbij komt kijken. Dat is wel leuk om ook te volgen. Dus ik zou ook weer zeggen, volg Den Helder Suns op social media. LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter. En Erik Braal is ook niet de eerste, de beste. Dus dat is op zich wel helemaal prima dat hij dat doet. Nee, ik had verwacht dat hij dit jaar weer, weer een team zou doen. Ja. Ik had begrepen dat hij in de sabbatical, maar ik denk in de, nu in de periode met... met corona heeft dat toch... denk ik dat het toch even wat, wat meer rust nemen is. En we gaan weer verder met de wedstrijd. Ondertussen krijgen we de stats binnen van het eerste kwart. We kijken naar de field goals, 77,8. Dat is niet slecht voor Den Helder Suns. 47,1% bij bal. We gaan veel horen, Goebel. Ik zat even prima scoren van Jarek, maar met een mooie assist van Nino Gorritsen. Ja. Nino is geconcentreerd. Je ziet het aan hem. Werkt hard. Neemt de goede keuzes nu. Belangrijk om dit de hele wedstrijd vol te houden. Let op een mismatch inside. Goede uitbox van zowel Jarek Brussen als Ben Kovacs. En uiteindelijk dat Nino de bal naar mij kan. Mismatch. Goed gespeeld, Tom Koma. Dit is wat hij kan. Maar het was ook een mismatch. Hè? Ja. Hij stond tegen Jeff de Vries. Daar zit een koplengte verschil in. En een goed simpel hoekje. Hij is de topscorer in het eerste kwart. Toen komen we met 7 punten. Zie je. En Trevor Jasinski met 5 bij bal in het eerste kwart. Joost Bal met een 3-punter. Goeie 3-punter. Punten van Tom Koopman. Oh, Ben Comfort staat daar wel goed te rebounden. Volgens mij kan hij de fout mee. Ja, het was klemmen van Jeff de Vries, als ik het kan beoordelen. Ja, scheidsrechter geeft ook aan, was klemmen. Koopman staat goede positie. Ja, ik vind het wel slim van Jeff dat hij niet opgeeft op dat moment. Want anders heeft hij een score tegenover zich. Je ziet het ook in de herhaling. Maar... Wel verstandig, zeg maar. Qua rebounds is Den Helder ook in het eerste kwart, zeg maar, net ietsje beter dan de bal. Daar waren ze nog eens laten liggen, de rebounds. Oh, de bal een beetje goed tussen. Ja. Paas van Wilson. Ondertussen is Roel Overbeek is teruggekomen in het veld voor Jeff de Vries. Schot van Norzek. Goeie rebound van Bollenbeek. Wietse. Ja, ik krijg een fout mee. Klemmen, ja, vasthouden van Wietse Norzek. Goeie paas naar binnen toe. Hè? En als je positie hebt, dan is het lekker om als je zo'n bal op redelijk tempo naar binnen te krijgen. Nog 10 seconden.
de schotklok. 3 punten van Nino. Makkelijke bal. Ja. Maar goed, nou, schot, weet je, ja. Niet alles kan erin gaan. Ze creëren. Zeker waar. Sander Hollander is dus ook weer terug in het veld. Ja, hij staat compleet vrij met een donker dus nu. Van Trevor Jasinski, sorry, 6, neem ik kwalijk. Van Wilson. Ja. Goed benut, niet verdedigd. Je ziet, Weert staat weer op Wierse Noordzek na staat de basis 5 er weer in. Oftewel basis 4. Staat 36-27. 6 minuten 54 op de klok in het tweede kwart. Nou, als je kijkt ook naar het schotpercentage van het eerste kwart. Dat is 77%. Dat is natuurlijk extreem hoog voor de Den Helder Suns. En 47% voor bal. Ja, ik denk dat dat meer een realistisch tussen de 53 en de 47 voor beide teams. Ondertussen gaat Dion Hallman van het veld af. Hij heeft zo'n last van zijn lip nog steeds, Ik denk dat zijn lip gebarsten is. Een elleboog of een tik. Ik hoop wel dat het snel verholpen is. Ja. Nu staat de bal volledig in de basis 5 en Den Helder ook. Dus, Boyt in ieder geval weer het guard. Bal naar Bordon Brace. Boyd. Goed gekeken. Afgemaakt. Jarek Brussen. Sta op, Jarek. Sorry. Excuses. Ja, Boyd switcht daar van man. Dus dan moet hij ook meedoen. Is je... Excuses voor de kijkers. Ik vind als je opvalt moet je... Oh, moeilijke zonde. Paas hoor. Ja, jammer. Zonde. Ja. Die had je wel kunnen hebben trouwens. Maar goed, het is makkelijker vanaf hier weer te zien. Maar dat zegt Ben Kovertje ook. Beide coaches zijn druk bezig om het team aan te sporen om de juiste beslissingen te maken. Goede beweging. Een lastig schot, denk ik. In de aanval is het wel een beetje lastig nu op dit moment, volgens mij, voor de Suns. Nou, je ziet, beide moeten hard werken om vrij te komen. Dat is een fout van Tom Akkermans. Maar het is, er worden geen cadeautjes weggegeven. Dat zie je. Eerste vrije worp is raak. Ik zie bij bal ook Trevor Jasinski buiten de lijn even warm lopen. Ik hoop ook niet dat hij geblesseerd is. Beide vrije worpen van Ben Kovac zijn raak. Ja,
Oh, het is gewoon mis met je daar. Ze gaan iedere keer voor die switch. Ja. Nou, dit is lastig om dan als mismatch bij te houden. Ik denk dat dit de fout van Tom Koopman is, die hem vanaf de zijkant wegslaat. Nou, we hebben nummer 11 van de Suns, Tom Koopman. Eerste persoonlijke fout. Quinterius Wilson pakt even bij de knie. Ik hoop niet dat dat wat betekent voor hem. Rebound van Boyd. Ik heb hem heen gedraaid hoor, van Stan Farrell. Hij pakt zijn eigen rebound. Dit redelijk te gehaast is. Maar ja, ik denk net te moeilijk is. Oeh, moeilijk hoekje, maar goed gedaan van Tom. 42-29 staat het. Ja, het is nog steeds wat begin ervan gemaakt is. Een mismatch natuurlijk met Boyd. Maar goed, dat komt wel goed weg. Ja, drie punten. Goed gespeeld van Wilson. Het staat weer 32-42 of 42-32. Wissel bij de bal op het veld nummer 12. Fietsen was ik bij de Sunshine in het veld nummer 20. Bolden Breeze. Schot van Bolden Brace. Valt niet. Gelukkig de rebound. Is goed gespeeld van Stan. Tweede fout van Tom Akkermans. Ja, dit soort ballen moeten er wel in. En hij probeert hem inderdaad te dunken. Dat is mooi, goed als het lukt. Maar uiteindelijk moet die bal er gewoon in. Dit had een end-one kunnen zijn. Wissel bij Bolden Brace. Joost Bel. Tweemaal voor de nummer 10 van de Suns. Jarek Brussen. Vrije worp zit erin. Ik blijf het knap vinden hoe Jarek van in de zomertijd van rechts schieten naar links is gegaan. Heel knap. Het is misschien niet wat iedereen vindt de beste techniek. Maar hij maakt ze wel. En hij is daardoor extra van waarde dat hij zijn vrije worpen gewoon maakt met een goed percentage. Ja, dat telt gewoon. Goed verdedigd van Boyd. Ja. Tweede instantie van Bolden Brace. Ja, goede rebound van Stan van der Nelsen. Goede keuze. En een helder goed start te verdedigen hoor. Ja, het wordt steeds moeilijker. Goeie rebound. Knappe bal. Nummer 12, Pietse Rossi. Tijd 34-34. Tweede time-out. Deze time-out begrijp ik niet helemaal. Je zit goed in de flow. En je geeft nu de bal de tijd om ook even dingen opnieuw te bekijken. Waarschijnlijk gaat er nu een play gespeeld worden. Jouw vermoeidheid speelt een rol, zou kunnen. Zet hem daar mee. Ja, met dat zou kunnen, maar dan zou ik eerder voor een wissel gaan. Wat ik trouwens ook nog op LinkedIn heb gezien, ja, ik zie heel veel op LinkedIn. Ook nog een blog
over de Dutch Basketball League van Leon Kersten. En die is zeker de moeite waard om wekelijks gewoon even te lezen. Zo blijf je ook goed op de hoogtepunten in de Dutch Basketball League. Dus weet je, ik moet maar even gezegd hebben. Ook nog even een shout-out naar Inge Bak, naar mijn vriendin. Die altijd eventjes nog mij nog even terugkoppeling geeft over het commentaar. Maar ook gewoon altijd wat oplettende dingen tegen mij zegt van oké, weet je, let daar en daar op. Helemaal goed. Dus Inge, thank you girl. De laatste twee minuten 41 voor lopen van Bolden Brace. Wil er iets moois van maken. Dat hier een driepunt eraan komt. De afronding was iets minder, maar op zich mocht ik nog vrijgelopen. Driepunt van Boydenis. Drie punten van Nosik. Er moet wel rebound gepakt worden, maar goed, dat is het voordeel nu van bal. De verdiensten. Ja, niet een slimme fout van Ben Kovacs, vind ik. Ze zitten in de 4 seconden. Hij probeerde hem wel te stoppen, de drive. Nieuw 14 seconden ingezet, dus ze zullen weer hard moeten werken om te verdedigen. Goeie deflection van Boyd samen met Ben. Roel krijgt hier zijn eerste fout. Dat is 2 maal voor Ben Kovacs. En nummer 19, Jeff de Vries. Ben Kovacs. De coach is niet heel erg blij op dit moment met Roel. Die krijgt even te horen dat hij toch net iets anders had moeten spelen. En Bilsen staat alweer klaar om te wisselen, zie ik. Ja. De vrije worp was raak van Ben Kovacs. Die is trouwens ook nog even weg geweest met het nationaal Luxemburgs team. Ja. Met oud-speler Alex Lomon. Ja, helemaal top. Wordt gewisseld. Nino Goort, ja. Ze komt erin voor Ben Kovacs. En Trevor komt ook weer terug van bal. Ja. En de Vries zit er. Oh. Heel veel pressie gegeven door de Helderzins. Daar komt er 1 tegen 1. Het handje van Bolle Brace zit ertussen. Lastig schot. De tip was Stan van den Elzen. Terechte call voor bal is hoor. En de bal raakte de ring, dus je hebt 14 seconden. Maar goed gewerkt. Ik bedoel, je kan... Oh. Oké. Okay. Hij wordt toch van den Helder. Deze begrijp ik niet. Nee, ik ook niet. Maar misschien heeft de scheidsrechter iets anders gezien dan wij hebben gezien. Fout van
Van vanuit stand. Het is een moeilijk schot, hè? Als je Erik Braal, die geeft, als hij iets weggeeft, geeft hij een dribbelschot, geeft hij weg. Dat het qua percentage het laagste percentage is. Het is nog 28 seconden. Gaan nu nog met 50 schot op de bal dan. Goed gezien. Goed gelopen ook voor Stan. Ja, heel goed gespeeld van Jarek. Goede outlet. Ja, goede fast break. Snelle scoren. Prima. Maar er wordt in de defense bij Den Helder weinig weggegeven. Het zijn geen makkelijke schoten die ze weggeven. Laten weggeven aan Den Helder. En dan is het erg lekker als je uit zo'n fast break even een easy score oppikt. Terwijl je tegenstanders zeg maar heel veel moeite moeten doen om goede schoten te creëren. Het staat 50-34. 16,7 seconden op de klok. Ik denk dat we zo meteen de zone van Den Helder krijgen. Verwacht denk je? Ik. Ja, ik verwacht het. Ik bedoel, het loopt wel. Ik zou hem lekker in de one-on-one of defense. Maar Peter, iedere keer na zo'n time-out, dan verwacht hij een play van, denk ik, van Varazic. En dan gaat hij denk ik het oplossen met een zone. Ik zou man-to-man blijven staan, want die werkt eigenlijk prima. En het kan zijn dat je een score tegenkrijgt. Maar je gaat in ieder geval dan rustig de rust in. Ik hoop dat ze verstandig doen, mochten ze een korte score houden. Vooralsnog is het man to man. Kijk, dat zie je. Ja. Een 2-1-2 zone. Dankjewel. Zit ernaast, sorry. Ja, met een man to man of the runner. En, goede rebound van Donnenbeus. Oh, ja, de klok. Oké. Oké, maar goede defense. Ja. Je wilde Trevor wilde je eigenlijk denk ik laten schieten. Hij pakt nog een goede drive, scheelde weinig. Ik ben benieuwd wat onze tweede helft gaat brengen. Wij zien jullie straks terug voor de tweede helft. Ja, tot straks. Tot straks. Ja, de winkels zijn dicht en de monden gaan open. Ja. Maar het meeste wat je leest of hoort is gelogen. Ja. Fuck Facebook, broer, je moet dat niet geloven. Beter skip die complotten, denk aan opa en aan oma. En ik zweer, ik blijf hopen voor die vissers in de zomer. Want daar is het geen corona, maar chillen we met corona's. Ja. Beter blijf binnen, speel wat gimma's of zo. Want des te eerder kunnen we chillen met al die kippen of chillen met onze matties. En spelen we weer die balie en geven we weer die nassies of blazen we weer die assies. Fuck it, want al blijf je binnen, dan hoef je niet naar de kapper. Dan hoef je geen nieuwe chakka en hoef je geen nieuwe brakka. Nee, je hoeft geen nieuwe patas, maar samen maken we stappen. Nu kan je je money sparen, zo hou je een nieuwe planga. En flexen we in de samma, ik weet het duurt veel te lang. Maar we moeten nu eens met z'n allen gaan, samenleven in de samenleving. Hoe zou jij het vinden als je paaien op je zee ligt? Op je bed stikkend en je weet het gaat niet beter. Naar iedereen die dit is gegaan, rust in vrede. We klappen voor de zorg en shout-out naar de hulpverleners. We klappen met die stokken, worden er nu veel gegeven. Mensen zijn bang, klappen dicht en velen. Nu klappertanden voor het vaccin, die gaat nemen. Maar ineens zijn we alle experts, wacht even. Laat die dingen voor de experts, dat is beter. De een stress veel, de ander vindt het overdreven. Maak je eigen keuze, broer, leef en laat leven. Maar hou je afstand, ja dat is de maatregel. Zijn de struggles, weet dat ik het met mijn maatregel. Je kan ook praten met de jongere werker. Dan kan het zijn dat hij iets nu of anders voor volgende maand regel. Blijf stekken, leer iets, ga wat ondernemen. Niet rellen en vooral niet tegen ondernemers. Ja, de grootste illusie is die van separation. We zijn hier sterker met elkaar dan in ons eentje. Nog even volhouden.
Denk het nooit in beperkingen. Altijd in mogelijkheden. Want je kunt namelijk altijd nog iets, ook al heb je een beperking. Wij werken op het snijvlak tussen revalidatie en reïntegratie en zorgen voor een gezonde beroepsbevolking in de Noordkop. En is je werknemer ziek? Ja, daar wil je ons er zeker bij hebben. In de Kop van het Holland is de wandelcoach voor het UWV Werkbedrijf. De grootste aanbieder in het weer werk fit maken van mensen met een arbeidsbeperking. Wij zijn voor die werkgevers een vindplaats vanuit beeld geraakt gemotiveerd talent. Altijd in het mooiste kantoor van Nederland, de natuur. Wandelend, hardlopend, fietsend en in de zomermaanden ook lekker op het water. Wij dagen onze klanten uit met als doel dat zij hun talenten en ambities weer maatschappelijk in gaan zetten. En tot dat doel vindt u ons overal. Daarmee gaat de wandelcoach letterlijk op kop. Welkom everybody. Ja, welkom allemaal. Fijn dat je erbij bent. Het komende uur ben ik er met een bijzondere tafel. Het is zover. Het is zover. De pitstoptheorie is gewoon een economisch concept. En dat is super interessant. Ik wil jullie heel erg danken voor jullie inbreng. En tot ziens allemaal.
welkom terug in de wedstrijd. Den Helder Suns tegen Basketball Academy Limburg. Kijk, dit is de stat inderdaad, Kobbe. Ja, er vallen wel een paar dingetjes vallen op. Hè. De rebound, het reboundverschil. Aan de andere kant, de rebounds, aanvallende rebounds van Bal is hoger dan die aanvallende rebounds van de Suns. 5-6. Maar waar het grote verschil lijkt te zitten, is op dit moment op twee posities. Dat is bij de totalen in de rebounds, 20-15. Ja. En het schotpercentage. Assist ook uiteraard, maar ik denk dat daarom het schotpercentage ook wat hoger is. Het is 58,8 voor Den Helder Suns en de 38,9. Ja. Ik denk dat Bal dat nog wel iets zal omhoog krikken. En hopen dat Den Helder Suns dit vol kan houden. Ja, en ook bij twee man bij de Den Helder Suns en dubbele cijfers. De stand van Den Helder is een jaarlijks bus op dit moment. En bij Bal is dat, niet in dubbele cijfers, maar dat is Trevor. Jasinski met 7 en met 6 Neil Masnik. We zijn weer begonnen. Als je kijkt, dan heeft alleen Ben Kovacs 2 fouten. Ja, dit is goed uitgespeeld op Bal. En even de foutenlast bekijken bij Bal. Daar zitten alleen Wietse Nozick en Tom Akkermans met 2 fouten. En de anderen hebben 0 of 1 fout. Schiet een 3-punten raak. Dat is zeker niet om in de gaten te houden. Zoals je nu ziet, de bal komt furieus. Goed gespeeld van Boyd naar Ben Kovacs. Van Ben Kovacs naar Jarek Brussen die hem er simpel in legt. Mooi gespeeld. Goeie drive van Sander Hollander. Faked om te passen en uiteindelijk een sterke finish. De stand op 42-41. Zal de microfoon even goed doen. Goeie drive hoor van Tom Koopman. Wederom een 3 punten van Roel over de beker. Valt erin. Het zijn er nu 2 achter elkaar, dus wel iemand om in de gaten te houden. Want dat zei ik al eerder. Nou, is bekend. Je moet hem change down. Goeie speler. Ja, Boyd fout mee van Wilson. Ja. Sloft hij mee hoor, inderdaad ook al met het lengteverschil. Maar dat is ook een fout. Tweede persoonlijke fout van Wilson, Quinterian Wilson. Quinterius Wilson, excuses. 2 maal Boyd van de Vuurse Vries. Eerst is mis. Het is weer 10 punten. Het was even wat meer. Twee vrije worpen gemist door Boyd van de Vuurse. Goed verdedigd van Boyd. Bal wordt opgehaald door Boyd. Goed gespeeld van Boyd. Dit is ook wat hij kan, hè? Ja. Goeie versnelling.
Maar vergis je niet, hè? Tweede technische fout voor de coach. Ja, ik zou wel graag willen weten wat er nu afspeelt bij hem. Ik hoor wel bullshit, dat is een ander verhaal, maar... Ja, hij wilde aan de andere kant fout hebben die niet gegeven werd. Dat denk ik ook. Vrijworpen gaan op dit moment niet zo lekker. Nee. Ik denk dat het balbezit is voor Den Helder Suns. Het schot, de fout wordt gemaakt van de bal af. Boyd maakt het, scoort de bal. En een technische fout van de coach. Normaal gesproken bij een technische fout gaan we verder waar het spel gebleven is. En in dit geval is het fout naar het schot. En niet op de doelende speler. Wat me opvalt is wel eigenlijk dat bal nu het dubbele aantal fouten heeft dan Den Helder Suns. Dus wel weer kun je zelf weer afvragen van oké, in welke verhouding ligt dat dan? Ja, of dat goed ligt bedoel ik. Maar dat zie ik nu. Ik denk van ja, het is het dubbele aantal fouten. Ja, maar daar zijn de scheidsrechters voor. Ja, goed. Valt me alleen op. Coach Farazic is weer wat bedaard. En door Koen van Gerven even... joh, ben met je team bezig en niet op dat moment met de coach. Goed ingehouden van Ben Kovac. Een beetje zo moeilijk allemaal. Ja, een beetje moeilijke keuzes vind ik op dit moment van Den Helder. Wel goed dreigen en schieten daarna, maar... Weer een goede rebound van Jarik. Blijf als team spelen, dan... Ik vind wederom geen goede keuze van Ben Kovac. Te gehaast. Te gehaast, geen controle over je... Dit is wel heel makkelijk vrijgespeeld hoor. Ja. Goed voetbal. Dus weer 10 punten. Een balvies van Tom Koopman. Te makkelijk hierover denken over dit soort dingen. De wissel aan. Golden Brace komt erin voor Ben Kovac. Nou, dan moet nu het hoofd erbij houden. Willen ze Den Helder op de bal op de 10 punten halen? Ik las op de live chat dat we iets in het Engels moesten zeggen over Bolden Brave. Of Bolden Brave. Show us what you got. Wow. 3-punter. Van Trevor Jasinski. Een bal. Belangrijke speler ook voor hem. Save spawn tot... Dat is goed van Tom Koopman, even goed afgerond. Moeizaam, maar wel goed afgelopen. Oh, goede steal. Helaas staat hij uit, maar goed gereageerd van Bolden Brace.
Goed ingevlogen van Sander Hollanders. Boyd zag hem niet aankomen en dat deed hij eigenlijk goed. Hij had hem net niet te pakken. Ondertussen komt weer Koorn in het veld van Tom Koopman. Dit goed verdedigd was van bal. Ik zag er in ieder geval geen fout aan. Goed swingen van de bal. En een lekker schot van Stan van den Elven. Met de stand op 61-49. Het voordeel van Den Helder Films. Fout van Bolden Brace. Zijn tweede, als ik het goed gezien heb. Zijn eerste. Nummer 20 van de Sims Bolden Brace. De eerste persoonlijke fout. First foul of Bolden Brace. Nicky Koolhoorn. Staat goed te verdedigen. Hier staat Jarek toch op te slapen. Hij staat slapen, ja. Jason die kan het toch zo inleggen. Hij deed maar goed naar de basket gekomen. Ik denk niet dat dit de aanval is die je moet spelen nu. Nee, nu zie je dat Den Helder het even lastig heeft in het maken van goede beslissingen. Steel van Boyd. Goeie steel. Miscommunicatie. Ja, Bolden Brace en Stan lopen elkaar in de weg hier. Drie punten van... Je moet Bolden Brace wel uitboksen. Goeie rebound. Een hoop gedribbel in ieder geval. Nog 3 seconden. Goed uitgespeeld. Helaas valt de bal niet, maar ik vond het niet slecht uitgespeeld. Goed voor de fout gemaakt voor de 2-maal. Stan van Els wordt gewisseld voor Nino Goorsen. Eerste fout van Mick Koolhoorn. Vond het een slimme fout. Een slimme fout, ja. Liep je zijkant in de van 2-maal. Juist. Max van Heuvel is in het veld gekomen. Hier gelukkig dribbelt. Heeft hij maatje 46. Nee, hier dribbelt Worsnek. Wietse draait op zijn voet. Hij heeft wat moeite met de aanval. Dit is goed van Mikko genomen. Dit is wel wat hij kan. Ja, je ziet hè, Boyd vraagt. Een mismatch daar bij Nino. Meerdere mismatches. Ja. Mooie score van Max van de Heuvel. 64-53, met nog 1 minuut 36 op de klok. Goeie paas, Nino. Jarek Bussen. Dit is allemaal te moeilijk. Ja, je ziet het.
Ja, Boyd moet nu weer tweemaal een noodschot nemen. We creëren voor ons net even de lastige posities om lekkere schoten te pakken. Als we hem krijgen, nemen we hem niet. Fout van Nino Gorissen. Ja. Er staat 3-2 fouten dit kwart. Volgens mij klopt dat niet helemaal, want er is ook wel een technische fout gegeven. Mooie score hoor van Trevor Jasinski. Mooie beweging, een goede doorstap. Goed gespeeld van Bolden Brace, hoor. Nice action op Bolden Brace. Goed verdedigd van Tom Koopman. En een goede rebound daarna. Goed ingesneden. Goed gespeeld van Stam. Goed uitgespeeld. Eén aanval voor bal. 68-55 staat het. Kijk wat bal tegenover is. Ja. Goede fout van Nino Gorissen. Voor het schot. Verwacht ik. Met nog 4,4 seconden te gaan. Tweede fout van Nino Gorissen. Kijken of Balden nu nog even een score uit kan halen. Die 4,4 seconden. Ja. Goed verdedigd van Mick hoor. Sterk verdedigd, goed opgelet van Mick. Mickey. 68-55. Ja, het ontloopt elkaar nog steeds niet veel. Hè. Het is maar 13 puntjes. Ik ben benieuwd, vierde kwart. Ze moeten nog stand houden. En dat is op dit moment het belangrijkste voor Den Helder. En bal wil uiteraard terugkomen. Weet u nog iets van de overige teams uit de DBL? Ik ga dat zo meteen eens even opzoeken. Rotterdam stond een puntje of 10 achter tegen Zwolle. Die zitten nu in de derde periode en het is 45-54 voor Zwolle. En het is thuis in Rotterdam. Rotterdam, Feyenoord. Den Bosch, de andere mogelijke concurrent. Daar hebben ze rust. Dus het is 36-40 voor Leiden. 4 puntjes voor op Den Bosch. Oké, we krijgen ondertussen de stats van het derde kwart. Zien we het schotpercentage van de Nelsons op 57,1. Tegenover bal percentage van 42,6. Dus daar zit wel degelijk wat verschil in. Ja, maar je ziet het ook wat omhoog gaan nu. Hè? Het gaat nu heel langzaam omhoog. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat laatste deel oppakken, zeg maar. Rebounds. Is nog maar een verschil van 4 rebounds totaal. 28-24. Assist is 16-12. Dus dat kruipt allemaal wel wat dichter bij elkaar. Je ziet dat bal wat meer schoten heeft genomen dan Den Helder Suns in het 54-48. Hier een loopactie van Nino Gorissen.
Boyd zie ik ook langs de kant staan. Ik hoop niet dat hij ergens last van heeft. Leeuwen loopt op een bal. Quinterius Wilson maakt inderdaad een loopbal. Schot van Nicky Colhorn. Ik denk dat Dion Halman niet meer in actie komt van de Helders. Dus die zit wel met ijs op zijn lip. Oké. En in trainingspak. Dat is jammer, want hij speelde niet slecht. Drie punter. En weer raak. Trevor Chudzinski. Ja, pakt er een paar belangrijke drie punters zo gedurende absoluut die wedstrijd. Het verschil is nog steeds 10 punten. Schot van Bolden Brace. Goeie rebound van Tom Koopman. Oh, jammer. Ja, de bal is voor bal. Het staat 68-58 met nog 8 minuten te gaan in het vierde kwart. Ze laten de jongen. Ja, Nina overspelt ook van Overbeek. Ja. Zo te zien is dat het plan. Fout van Tom Koopman. Ze laten Quinterius Wilson laten ze hard werken voor zijn balbezit. Raak is terug in het veld voor Tom Koopman. Tom zijn tweede fout overigens. Sterk in de rebound hoor. Ja, hele goede rebound. Ja, Mickey probeerde het te helpen in de rebound. Die had hem net niet te pakken. En dan zie je net dat dat niet voldoende is. En ja, Quinterius Wilson kan wel springen. Dat is wel duidelijk. Atletisch vermogen is goed bij deze jongen. Eerste vrije worp is mis. Missen nu even eigenlijk wel de rebound. Bal gaat weer snel rond bij Den Helder. Er is wel iets meer gebeurd dan alleen maar buiten de bucket. Drie punten van de toren. Ja, dit is wel het lengteverschil, Nicky. En Mickey kan wel schieten. Ik bedoel, dat is. We zeggen wat over Sander Hollanders, die goed kan schieten, maar. Ja, laat niet maar gaan. Goeie rebound van Bolden Brace. Oh, goede paas van Mick. Op Jarek goed Wissen. Afgerold. Goede pick and roll tussen Jarek en Mickey Colhorn. Dan gaan we op snelheid spelen. Fake. Ja, goede beweging, ja. Belangrijk op dit moment. Ja, sowieso absoluut wel, maar. Oh.
goed gezien van Nino ook hoor. Goed uitgespeeld. Nice shot, bottom brace. Wat we nodig hebben voor Den Eldersens. 74-60 staat het met 6 minuten nog en 36 seconden. Ik ben benieuwd wat er nu gaat gebeuren, want ik zag Ben Kovacs klaar zitten voor de wissel. Voor wie hij erin komt. Er zit een enorme intensiteit in deze groep, beide groepen, bij de teams. Je ziet dat ze eigenlijk elkaar niet veel ontlopen. Nee. Jong en talentvol. Ja. Beide. Ik denk als je erbij de gemiddelde leeftijd, natuurlijk zal er een enkele oudere tussen zitten, maar... Nou, het is erg aan elkaar gewaagd, hoor. Mensen komen dicht bij elkaar in de buurt. Dat, volgens mij scheelt dat niet heel erg veel. Ik zie dat Mick Cole is gewisseld dan. Ja. Sander Hollanders is terug. Met een zone. Ik ben benieuwd of de zone blijft of overgaat in de man-to-man naar de eerste paas. Goed geholpen van Nino Goris, hoor, daar. Nou, Ben werkt hard. Het was... Niet te nonchalant over denken, want het is. Goed schot van Stan van den Elzen, goed lichaam, goed contact gemaakt. En heel rustig hem op het bord oldschool erop gelegd. De rebound is daar wel belangrijk als je ook in de zone staat. Ja. Ja, deze ballen die moet Nino, goede actie van Nino, hij komt goed vrij. Hij moet alleen wel in. Time-out van de Elders. Time-out van de Elders. Ja. 10 punten is het, 76-66. Ja, van bal ben je niet zomaar af. Dat blijkt. Ja, je loopt naar 14, 15 puntjes en ze lopen weer terug. Bal is een taaie tegenstander. Fysiek is het stevig. Het staat ook weer in het veld. Hier. Hij heeft toch wat last van zijn knie, zag ik net. Was allemaal wat oefeningen aan het doen. Een kleine press wordt er gespeeld. Het is een low ball, dus, ja, het is niet zijn eerste trouwens.
Nee. Ik denk toch dat het iets meer inside moet worden gezocht. Nou, de bal komt van inside outside. Alleen hij moet dan wel die bal direct afdrukken. Hij staat ervoor klaar. Je bent klaar of niet om te schieten. Nog een fake en dan nog eens een keer een schotbeweging doen. Juist. Aanvallende fout. Ja, ze proberen. Je ziet, ze zijn aan het zoeken naar Sander Hollanders. Rolf Overbeek probeert daar in de lijn te stappen. En een goede. Goede call. Ja, die staat echt heel goed op de poster. Ja, maar ze kunnen hem toch niet helemaal bij hem krijgen. Dat is lastig. Maar dit is wel goed gespeeld. Goed van Boyd. Ja, maar sterk gespeeld van Jarek. Goed omhoog gegaan. Hard werken in je posting. Net nog even een tikkie, hè? Ja. Van Ben. Tien gaat eruit. Niel Masnik. Als ik het goed uitspreek. Dit is wel heel makkelijk hoor. Ja. Maar goed, graag een bal. Stan moet even opletten hier ook. Speelt van Holden Brace. Of Ben Kovac. Goeie drive. Hard stevig naar de basket. Daarbij goeie, moet je helpen. Goeie steal. Van Stan. Oh, gelukkig. Maakt het maar. Komt niet echt goed uit volgens mij. Wel kramp. Dat Peter van Noord snelt ook even toe. Het loopt niet echt lekker hoor. Nee, hij kwam verkeerd neer. Hij heeft het idee. Nog kramp. Hopen dat die kramp er snel uit gaat voor hem. Ja, de afronding zag er iets wat ongelukkig uit. Ja, hij kwam even wat neer. Maar ik weet niet of dat dan te maken heeft met hoe die neerkwam. Of dat er gewoon de kramp erin heeft door de snelheid. De kramp erin schiet. Ondertussen is het 83-68 met nog 3 minuten 31 te gaan. Ja, Stang wordt wel gewisseld in ieder geval. Tom Koopman komt terug in het veld. Goed verdedigd, hard verdedigd van het team. Ries komt terug het veld in. Voor Roel over de beek. Het hulp van Tom daar. Samen goed samenwerken.
Voor je rust houden, voor je aanval spelen is belangrijk op dit moment. Moeilijke fase met Kovac. Ja, Ben glijdt uit. Ja, kom ongelukkig uit. Ze staan alweer staan daar bij de wisselstoel. Ik denk dat het meevalt. Drie punten van Boy. Ja, je ziet ook dat hij valt uit de schotvorm. 86-70. 1 minuut 47 op de klok. Dit zijn wel balletjes die Ben Kovac graag neemt. Een beetje wegvallend van de basket. 88-72 met 1 minuut 19. Goed verdedigd van de Elvis. Het is wel een heel lastige band, maar... Dit was... Fout gemaakt op Ben Kovac. Trevor Jasinski maakt zijn derde persoonlijke fout. Max van der Heuvel. En de nummer 15. Bodin Verhoeven. En de nummer 4. Nino Frenke. Bal geeft de wedstrijd weg. Laat de jongsters nog een minuutje meepakken. Ja, dat zie je het dan wel weer, vind ik. Om ze dan wel in te zetten. Ja, klopt. Waarom niet? Goed verdedigd van bal. Ja, goede score. Mijn stand 88-74. Met nog 43 seconden op de klok. Ring wordt geraakt. Beetje gepriegel. Ja, fout van Bonnenbrace. Ik zag hem niet, maar hij stond wel stil. Zag ik wou net zeggen, ik denk dat Bonnenbrace gewoon goed stond. En dat de speler gewoon in de lijn liep van de positie die Bonnenbrace had. Goede steal van Ben Kovac. Het laatste nog. En een mooie ding. Een mooie ding. 90-74. Is de eindtijdslag van deze wedstrijd. Goede overwinning van de Suns. Ja, goed vastgehouden ook. En we feliciteren de Suns. Ja, blijf nog even wachten. Zometeen komen we terug met het interview. Van in ieder geval de coach van de Nelder Suns. Ja, en bedankt voor het kijken. We hopen jullie allemaal volgende week weer te zien. Althans 11 maart. En dat is dan tegen ADIS Leeuwarden. Ja. Tot ziens allemaal. Tot ziens.
Welcome everybody. Ja, welkom allemaal. Fijn dat je erbij bent. Het komende uur ben ik er met een bijzondere tafel. Het is zover. Het is zover. Pitstoptheorie is gewoon een economisch concept. Ja, dat is super interessant. Ik wil jullie heel erg danken voor jullie inbreng. En... tot ziens allemaal. Wij denken nooit in beperkingen. Altijd in mogelijkheden. Want je kunt namelijk altijd nog iets, ook al heb je een beperking. Wij werken op het snijvlak tussen revalidatie en reïntegratie. En zorgen voor een gezonde beroepsbevolking in de Noordkop. En is je werknemer ziek? Ja, daar wil je ons er zeker bij hebben. In de kop van het Holland is de wandelcoach voor het UWV Werkbedrijf. De grootste aanbieder in het weer werk fit maken van mensen met een arbeidsbeperking. Wij zijn voor die werkgevers een vindplaats vanuit beeld geraakt gemotiveerd talent. Altijd in het mooiste kantoor van Nederland. De natuur. Wandelend, hardlopend, fietsend. En in de zomermaanden ook lekker op het water. Wij dagen onze klanten uit met als doel dat zij hun talenten en ambities weer maatschappelijk in gaan zetten. En tot dat doel vindt u ons overal. En daarmee gaat de wandelcoach letterlijk op kop. Als ambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven roep ik alle werkgevers op aan te sluiten bij het taalakkoord NHN.nl. Op dit moment zijn er namelijk nog steeds 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. En dat zijn niet alleen vluchtelingen en buitenlandse mensen, maar juist mensen met Nederlands als moedertaal. En door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer, neemt bijvoorbeeld het ziekteverzuim af en worden er minder fouten gemaakt, gaan de productiviteit en de kwaliteit omhoog. En als werkgever kunt u bijdragen aan de taalvaardigheid van uw medewerkers. Door taal op de werkvloer bespreekbaar te maken en medewerkers te scholen. Aansluiten bij het taalakkoord NHN helpt u hierbij. Doe ook mee en haal het beste uit uw medewerkers. Laat taal geen belemmering zijn. Taalakkoord NHN kan u als werkgever daarbij ondersteunen. Het kost niets en het levert heel veel op. Waarom niet?
High-intensity training, ken je toch wel? Nou, ik ken wel... Welkom terug maar dat het tegenwoordig met de coach van de NL De Sens. Oh, ben ik in beeld? Je bent in beeld, hier heb je... Ga je die aanzetten? Oh, ja? Niet zo? Ja, helemaal goed, helemaal goed. Peter. Ja. Kom. Gefeliciteerd. Dankjewel, man. Dankjewel. Je begint aan deze wedstrijd. Je weet dat het 3 echte finales worden. Wil je in de Elite A terechtkomen? Hoe bereid je je team voor? Zoals ik in principe altijd voorbereid. En met de komst van Arne van Dijk hebben we iemand in huis die zeer goed analyses kan maken voor de jongens. De clips en ook de PDF's. Dus daar ben ik blij mee. Maar iedereen begon over 4 verloren en dit en dat. Dus dat zat een beetje in die kopjes. Nou, daar hebben we aan gewerkt. Hebben we ook over gesproken met elkaar. En compliment voor de ploeg. 4 kwarten lang strijd. En dat is het enige devies wat telt op dit moment. Nou ja, twee ploegen die wilden basketballen. Twee ploegen die... Zeker in de eerste helft, ja. Die er echt voor gingen. Het was een fysieke wedstrijd. Ik vraag me af hoe de jongens zelf de wedstrijd beleefd hebben. Nou ja, je ziet het. Het was af en toe hotse-knotse begonia. En Dion Holman nu naar het ziekenhuis met hechtingen. Die viel al in het eerste kwart eruit. Je eigen zoon knie op knie, die had een kneusie. Stan die een krampaanval heeft gekregen. Nou goed, dus dat zijn allemaal van die kleine dingen. Ja, weet je, het is nu WK herstellen na zaterdag toe. Ja, want het zijn korte wedstrijden snel op elkaar. Je hebt in een anderhalve week heb je 3 wedstrijden te spelen. Komende zaterdag tegen Apollo. Ja. Dat is ook een wedstrijd die je eigenlijk moet winnen voor jezelf om de Elite A het maar alleen maar makkelijker te maken. Hoe kun je die jongens weer snel klaar krijgen in een korte periode? Gewoon zorgen dat de facilitering op een top is. Games, I think we'll be in a good place. Okay, nice. In a few days, Amsterdam. Yep. Another must win. Yes, sir. Amsterdam, they can play well. We know what they're capable of. And like I said, I think we just need to know what we have to do to get those wins and just play our hardest, work together, have some good practices, a good one tomorrow, get some good rest. And just do our thing. Yeah, I heard you had a little problem with your leg or your back. My back. You almost didn't play. Yeah, I had a couple of days ago in practice had a little misstep and got some swelling and some muscle soreness. So Coach Peter was really good about it. He let me rest and I went to the physio every day a couple times. So yeah, we figured it out and I was able to come out and
Okay. Finish it off. So. Do you want to say something to your fans? Hi, family and friends. It's great to that you guys can watch my games, and it's super fun to watch Boyd's dad, as I know him, on the rerun. So okay. Here we go. Hi. Well, we'll see. Next game. Yep. Next Thursday, I will be here. Yes, sir. And looking forward let's to hope it. To celebrate for the A division. All right. Okay. Good to see Thanks. You. Yep. Right on.